Hallo allemaal en welkom bij Logos Talks, de podcast van Logos Instituut. Mijn naam is Irene van der Ham en ik werk bij Logos Instituut. We willen heldere antwoorden geven op grote vragen over Bijbel, geloof en wetenschap. Vandaag heb ik hier als gast Johan Demoet, redacteur van Weet Magazine. En we gaan het hebben over Pontius Pilatus. Welkom Johan. Ja, hallo. Ja, wie was Pilatus? Pilatus was een bestuurder, een prefect, noemen we dat een moeilijk woord. En hij bestuurde over Judea. In de tijd dat de heer Jezus ook op aarde rondwandelde. En dat is ook algemeen bevestigd door de historici. Dat is in de periode van 26 tot en met 36 na Christus heeft hij geregeerd. Pontius Pilatus was iemand die had een nogal anti-Joodse instelling... Um, en dat is geïllustreerd uh, met een voorbeeld, uh, wat ook aangehaald is door historici, dat hij in uh, Jeruzalem uh, een bepaalde vaandels heeft naar binnen gedragen, tenminste door zijn soldaten laten doen dan, uh, waarop het beeld van de keizer stond. En uh, dat wekte bij de joden zodanige uh, opstand op dat uh, eigenlijk Pilatus daar nogal van geschrokken is en uh, meteen met de vaandels onder zijn arm uh, terug naar uh, Caesarea Maritima is uh, gegaan. Um, daar waar hij zeg maar, het gebied bestuurde. Ja, hoe zeker weten we deze dingen over Pilatus? Nou, dit is wel heel erg zeker. Dat is eigenlijk net zo zeker als dat we dingen over Napoleon uh, kunnen halen uit de geschiedenisboeken. Want wie hebben geschreven dan over Pilatus? Welke, uh, welke bronnen hebben we? Uh, buiten Bijbelse bronnen zijn er. Uh, die zijn misschien wel wat bekend. Dus Flavius Josephus. Uh, dat is een. een uh, een, een Jood die, die later is overgelopen naar de Romeinen. En iemand van, uh, ja, die beschrijft het dus wel een beetje vanuit zijn perspectief. Maar goed, uh, de, de persoon Pontius Pilatus, daar heeft hij gewoon gemeld. En daar valt weinig aan, uh, aan te veranderen natuurlijk. En Tacitus, uh, die leefde van 56 tot 117 na Christus. Dus ook redelijk kort op uh, de regeringsperiode van uh, Pontius Pilatus. En verder is er nog Philo van Alexandrië geweest... Nou, die leefde uh, tegelijkertijd met uh, Pontius Pilatus. Hebben we ook archeologische vondsten over uh, Pilatus die zijn uh, 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 bestaan bevestigen? Ja, uh, er is een, uh, een blok kalksteen gevonden in de stad waarvan uh, waar uh, Pontius Pilatus regeerde, dus uh, Caesarea Maritima. En op dat blok kalksteen staat een inscriptie. Een inscriptie luidt: Pontius Pilatus, prefect van Judea, heeft opgedragen. De rest van de tekst is een beetje verloren gegaan, maar uh, ja, belangrijk is dat uh, de naam daar genoemd wordt. En verder is er nog een uh, zegelring gevonden. En, uh, op die zegelring staat ook een, een Griekse inscriptie. En daar staat Pilato. En Pilato, dat is een verbuiging van uh, Pontius Pilatus. En wordt ook wel uh, uitgelegd als uh, dat het uh, betekent uh, dat naar Pilatus... Met die zegelring uh, kan, kan je dus uitleggen dat uh, iemand heeft die zegelring gedragen en uh, wilde daarmee een stempel drukken op iets wat hij naar Pilatus wilde sturen. Dat was dus eigenlijk gewoon een adresstempel. Ja, dat is een, een soort adresstempel. Uh, sommige mensen hebben ook geopperd dat het uh, de ring van Pilatus zelf was, maar dat is nogal onaannemelijk omdat uh, hij was uh, een hele dunne ring, een hele dunne zegelring. En die was van een koperlegering. Dat is niet al te kostbaar materiaal. En Pilatus zou waarschijnlijk wat dikkere uh, ring van goud hebben gemaakt of zo. Dus ja, niet... hij was natuurlijk een rijk man. Ja, hij was iemand die uh, nogal veel macht had. Um, dus wat de verklaring dan kan zijn geweest, is dat een regionale bestuurder, uh, die misschien uh, namens Rome in de streken zuiden van Jeruzalem uh, goederen. Uh, voor de stadhouder, uh, voor Pontius Pilatus verzamelde. of belastingen inden, dat hij die spullen naar hem stuurde. En waarom ten zuiden van Jeruzalem? Omdat uh, de ring is gevonden in Herodion. en dat is een uh, plek die ook uh, ja, ten zuiden van Jeruzalem ligt. Was dat gebruikelijk dat mensen een zegelring als adresstempel hadden? Dat gebeurde bij mijn weten wel vaker. Dat was een, een gebruikelijk uh, middel om op een snelle manier uh, iets uh, ...bekend te maken. In de evangelie lees je niet hoe het uiteindelijk met Pilatus is afgelopen. Is dat wel bekend? Ja, dat is uh, wel bekend. Hij is uh, niet al te lang na Jezus' kruising... ...heeft hij al het veld moeten ruimen, het politieke veld. Um, zijn minachting voor de Joden die heeft eigenlijk geleid dat, uh, ja, dat, ...dat het hem de kop heeft gekost. Uh, er was een, uh, een gouverneur die heeft uh, tegen hem gezegd... Van, ...joh, jij gaat maar terug naar, uh, naar Rome... Want hij heeft toen op een gegeven moment een Samaritaanse opstand zeer bloedig uh, ineen, neergeslagen. En uh, toen was de maat vol. Pilatus is teruggeroepen naar de keizer. en uh, is daar vervangen door een andere stadhouder. En uh, verder uh, weten we eigenlijk niet wat er met hem uh, is gebeurd. Wat zegt het over de betrouwbaarheid van de Bijbel? Wat we weten over Pilatus. We hebben het hier over mensen van vlees en bloed. Je kunt het vergelijken met ja, iemand als een Karel V of, of een Willem van Oranje. Daarvan zeggen wij allemaal: nou, dat is wel bewezen dat die hebben bestaan. Dat kun je dus ook van Pontius Pilatus zeggen en nog veel meer mensen die in de Bijbel genoemd worden zijn gewoon echt historische figuren. Dus ja, dat onderbouwt ook nog eens extra vanuit buitenbijbelse bronnen. Dat de Bijbel een heel betrouwbaar en historisch gezaghebbend boek is. En gelukkig niet alleen dat, maar het is, het is natuurlijk Gods woord en een hel, de openbaring vinden we erin terug. Maar je mag ook daar echt wel het zien als een fundament waarop je terug mag vallen. Het is betrouwbaar. Er zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, zoals Peter zegt. Ja, absoluut. Ja, mooi. Dank je wel. Ja, graag gedaan. U heeft geluisterd naar Logos Talks, de podcast van Logos Instituut. Ga voor meer informatie naar logos.nl.